Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier in de kerk. Ook voor de mensen die thuis meeluisteren. Bijzonder welkom aan de gasten hier. En ook gasten die thuis met ons verbonden zijn door mee te luisteren. Van harte welkom. We vieren vandaag in de hele maand juli aan het eind van de eredienst het avondmaal. En tijdens de dienst luisteren we naar de liederen. We zingen niet. En het is ook niet de bedoeling dat je na afloop in de hal blijft hangen om na te praten. Dat moet ik helaas nog even zeggen. Ik wil jullie vragen om voor de volgende mededeling te gaan staan. Op donderdag 9 juli 2020 heeft de Heer tot zich genomen op de leeftijd van 90 jaar, zijn geliefde dochter Catharina Lucia Satov Slinkman. We denken aan haar familie, ook hier aanwezig, aan haar vrienden en iedereen die dicht bij haar stond. Zelf zong zij voor het slapen gaan in haar stoel in de kamer altijd twee liederen. Naar een van die twee liederen luisteren we nu, Psalm 116. We belijden onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade en vrede van God onze Vader van de Heer Jezus Christus. We luisteren nogmaals, nog even blijven staan, voor wie dat kan, naar een lied over het verlangen
naar bij God zijn, als een hert dat verlangt. Ik ga jullie voor in gebed. Vader, Zoon en Heilige Geest, op deze mooie zondagmorgen komen we bij u. We breken het brood, openen het woord en luisteren naar vertrouwde liederen. Wat zou mooi zijn wanneer u dat wilt bezielen met uw aanwezigheid. Dan komt ons leven in het licht te staan en dan mag zichtbaar worden waar we bemoediging, troost, liefde en vergeving nodig hebben. En waar de vernieuwende kracht van uw geest. Wilt u ons oprichten? Ons aanspreken en ons geloof versterken? Ga zo met ons mee de nieuwe week in. En zegen ons samen zijn hier verbonden met de mensen thuis. In naam van Jezus. Amen. Voor de duidelijkheid zal ik het even aankondigen dan. We lezen zo meteen uit het Bijbelboek Handelingen, Handelingen 11, de versen 19 tot en met 26. Daarna luisteren we naar een kinderlied. Er staat op dit moment nog geen nieuw filmpje op het YouTube-kanaal. De komende week komen er nog twee nieuwe filmpjes op te staan. En daarna volgt een vakantieperiode en hoop ik me daarna te bezinnen over hoe dat na die periode dan verder kan gaan. Of er nog meer filmpjes komen of dat stopt. Dat even als toelichting, nu Handelingen 11, vers 19 en 26. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië,
maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Voor de mensen thuis, dit is de pepermuntstilte. Wanneer heb jij voor het laatst een kaartje gestuurd? Een ouderwets kaartje. En wist je ook wat je op dat kaartje moest schrijven? Ik weet niet of je het herkent, maar ik vind het altijd lastig om dan wat op te schrijven.
Niet dat ik zo'n fanatieke kaartjesstuurder ben. Maar ja, het is altijd weer zoeken naar de juiste woorden. Wat schrijf je bijvoorbeeld op aan iemand die ziek, jarig of in de rouw is? Laatst stuurden wij samen thuis een kaartje naar een pasgetrouwd stel. En dan schrijf je vaak zoiets op als veel geluk samen of zegen gewenst. Maar wat zou je moeten opschrijven aan iemand die net tot geloof is gekomen? Iemand die zich heeft laten dopen of net belijdenis heeft gedaan. Wat voor boodschap wil je op zo'n moment opschrijven? Wat zou jij opschrijven? Zeg je dan ook zoiets als veel geluk samen? Nou, in deze preek ga je ontdekken hoe een geliefde en invloedrijke pionier van de eerste jonge gemeente van Jeruzalem dat aanpakt. Je zou verwachten dat hij een hoopvolle en positieve tekst laat optekenen, maar zijn boodschap is eigenlijk onopvallend degelijk, allesbehalve hip en ook niet echt meer van deze tijd. En toch zal je merken en ontdekken dat zijn boodschap, de tekst op het kaartje, herwaardering verdient en juist vandaag voor jou en mij van waarde kan zijn. Het thema bij de preek is: wees honkvast en standvastig. Blijf bij het voornemen van je hart. Bij het Bijbelboek Handelingen moet ik vooral denken aan al die bijzondere gebeurtenissen en verhalen. Vooral die wonderverhalen. De vlammetjes op de verbaasde hoofden van de leerlingen van Jezus. Een hemels tafellaken met een XL barbecue menu met malse dieren. Als lunch voor Petrus. Of de plotselinge bekering van Paulus en zijn avonturen op zee. En hierdoor zou je bijna het meest belangrijke dubbelwonder van Handelingen over het hoofd zien. Het grootste wonder van Handelingen is niet een spectaculair wonder, een licht uit de hemel. Nee, het is een wonder tussen de oren. Aan de ene kant de niet-Joden, die totaal onverwacht de Messias van Israël willen volgen en de geest ontvangen. En aan de andere kant de Joodse christenen, die onbesneden mede-christenen als volksgenoten accepteren. Ongehoord en onverwacht. Het grootste wonder in het Bijbelboek Handelingen. We hebben de afgelopen weken gemerkt in de serie over Handelingen hoeveel moeite ze boven hebben moeten doen om het principe van Jezus voor iedereen tussen de oren van de gelovigen te krijgen. Het was heel moeilijk om met God over die dikke en hoge muur te springen. Weet je nog hoe de apostelen aan het pionieren waren in Jeruzalem en in de tempel stonden te preken voor hun volksgenoten? En hoe ze toen vastliepen in hun missionaire strategie, toen de leiding van het volk hen de vrijheid van meningsuiting ontnam? Intussen had God zelf al op een verlaten kruispunt het evangelie de landgrenzen laten passeren. En dat deed hij door Filippus in contact te brengen met de minister van Financiën uit Ethiopië. En die werd zomaar gedoopt, zonder besnijdenis. Nou, de kerk moest daar nog over vergaderen in Handelingen 15, voordat ze dat principebesluit durfden te nemen. Nou, God heeft daar niet op gewacht. Hij was al een paar stappen verder. Van hogerhand werd zo de missionaire strategie gewijzigd. Jezus is voor iedereen, het is echt waar. En bij Petrus, volgende verhaal, begon het langzaam te dagen toen hij voor zijn ogen zag gebeuren hoe de geest op een Romeinse soldaat kwam. Geen Jood. Cornelius en zijn huisgenoot. Toen begon het te dagen bij Petrus. Maar dat hemelse tempo lag toch wat te hoog voor de gemeente in Jeruzalem. Kijk maar wat ze tegen Petrus zeggen als hij terugkomt van Cornelius. Ze spraken Petrus aan op zijn vooruitstrevende doop- en dineerpraktijken. En hij kon hem pas geruststellen toen hij vertelde over het zichtbare werk van de geest. Nou, die twee doopverhalen. De man uit Ethiopië, de doop van Cornelis, dat waren eigenlijk de eerste scheurtjes in die eeuwenoude dijk tussen Israël en de volken. En in dit vervolgverhaal
waar Roulette net een gedeelte uit heeft gelezen, daar breekt die dijk definitief door. De gemeente in Jeruzalem krijgt te horen dat Joodse christenen, die daar misschien wel door de vervolging terecht zijn gekomen in Antiochië, het evangelie ook aan niet-Joden vertellen. En het slaat aan. Er komen vele niet-Joden tot geloof. Antiochië was in die tijd een van de grootste steden in het Romeinse Rijk. Een multiculturele wereld, staat vol met religies, allerlei verschillende volken, handelaren, reizigers en vreemdelingen. Ja, zulke ontmoetingen tussen Joden en niet-Joden, dat kun je niet voorkomen. Het evangelie kruipt waar het niet gaan kan. En Barnabas, die mag die kant op, om de schade op te meten. Onthoud die naam, Barnabas. We zijn hem een beetje vergeten. En dat komt omdat we geen brieven van hem hebben. Daarom even een korte kennismaking met deze Barnabas, om hem wat in ere te herstellen. Belangrijk figuur in de begintijd van de kerk. Hij heeft zijn akker verkocht, hebben we in een van de eerste hoofdstukken gelezen. Zijn bijnaam is Zoon van de Bemoediging. En hij stapte als eerste op Paulus af na zijn bekering. Niemand durfde dat. Iedereen dacht dat hij spelletjes speelde. Maar hij ging naar hem toe. Hij is als Cypriot, wordt niet voor niks genoemd, de man om de Griekstaligen in Antiochië te begrijpen, met hen in gesprek te gaan. En hij is ook, staat er ook niet voor niks, Lefiet. En daarmee is hij ook de man om de blijvende band tussen het volk Israël en de christenen uit, de niet-Joodse christenen, ja, om de blijvende band met het volk Israël vanuit Jeruzalem onder de aandacht te brengen. Zonder handboek, hoe je met dit soort nieuwe situaties om moet gaan, gaat hij op reis. En bij aankomst blijkt al snel dat hij is overtuigd. Tevreden constateert hij dat bij de mensen de genade van God aan het werk is. Maar wat zou Barnabas deze gelovigen nu mee willen geven? Op dit ongelooflijke, belangrijke en ook mooie moment. Ik ben daar inmiddels wel een beetje nieuwsgierig naar. En ik weet niet wat jij verwacht, maar je zou belangrijk dat op dit belangrijke moment, dat er een ronkende welkomstspeech, ja, dat Barnabas die klaar heeft liggen, over geloof, hoop en liefde, over rust, dat iedereen welkom is. Zoiets toch? Nou, niet helemaal. Zijn speech is verrassend eenvoudig. Het is degelijk en vooral niet hip. Let maar op wat hij zegt. Wees standvastig en blijf trouw aan het voornemen van je hart. Nou, kan natuurlijk aan mijn smaak liggen, maar ik vind dat in eerste instantie toch wel wat tegenvallen. Ben je net bekeerd? Een hele bijzondere stap in die tijd voor een niet-Jood, ook voor een Jood trouwens. En dan krijg je dat te horen, wees standvastig. Blijf bij het voornemen van je hart. Dat zeg je toch niet op zo'n moment? Als iemand net getrouwd is, zeg je toch ook niet, ja, blijf trouw en standvastig. Dan feliciteer je hem toch, of haar? En wie wil er nou bekend staan als standvastig? Dat klinkt toch al snel alsof je star bent, conservatief, bekrompen. Dan zeg je toch zoiets als gefeliciteerd en veel geluk samen met God. Mooi dat je erbij komt. Waarom komt Barnabas met deze boodschap? Ik ben erachter gekomen dat deze boodschap, toen en vandaag, misschien wel meer dan we voor waar willen houden, van grote waarde kan zijn en herwaardering verdient. En om dat mee te maken, moet je misschien eerst even weten wat Barnabas precies bedoelt. Met standvastig zijn, met bij het voornemen van je hart blijven. Wat is dat precies? Nou, voor hem als Leviet betekent dat trouw de schriften lezen. Heilig leven, toegewijd zijn aan de Allerhoogste. En als zoon van de Bemoediging, die zijn akker verkocht, betekent standvastigheid voor hem dat je alles met de gemeente deelt. Dat je bij een familie komt die een nieuwe manier van leven zichtbaar wil maken. Een nieuwe manier van leven waarin Jezus Christus herkenbaar is en centraal staat. Als je het zo bekijkt, krijgt de preek van Barnabas al wat meer kleur op de wangen. Maar er is nog een reden om
om niet te snel over dit onopvallende zinnetje heen te lezen. Want de boodschap, wat de boodschap van Barnabas nog actueler maakt en relevant voor jou en mij vandaag, dat heeft te maken met wie hij als doorgewinterde gelovige en Cypriot is. Barnabas weet als geen ander hoe het is om in een stad onderdeel te zijn van een klein groepje dat anders is. Joden hadden in het Romeinse Rijk een beschermde positie, maar die was wankel. Ze werden met argwaan aangekeken, want ze aten geen varkensvlees. Ze bleven weg bij festivals en tempelfeesten en ze geloofden in één God. En die God had niet eens een beeld in zijn tempel. Zouden het misschien atheïsten zijn, de Joden? Ze werden met argwaan aangekeken. Als het slecht ging met de stad, of de economie, of het land, ja, dat was dan omdat de goden ontevreden waren, volgens de theologen van die tijd. En dan keken de mensen al snel om zich heen wie daar de schuld aan hadden. Nou, je kunt je voorstellen, dan kwamen ze al snel bij de Joden uit, die altijd anders waren. En later ook bij de christenen. Maar probeer in zo'n omgeving, onder die druk, maar eens volgeling van Jezus te blijven. Je hoorde als christen toen, maar zo werkt dat vandaag ook steeds meer, bij een klein groepje christengekkies. Nou, als je dat weet, dan gaan die paar zuinige en degelijke woorden over standvastigheid toch wel ietsjes meer leven. Ze zijn verrassend actueel. Helemaal wanneer je bedenkt dat standvastigheid niet heel erg hoog op het verlanglijstje van onze tijd staat. In een tijd van keuzestress moet je alles eerst uitproberen voordat je een keuze kan maken. Commitment, een blijvende verbinding aan een opleiding, een baan, een partner, vriendengroep, religie of kerk, is een hele opgave. En misschien is deze boodschap van Barnabas daarom wel harder nodig dan jij en ik voor waar willen houden. Misschien is honkvast en standvastig geloven bijna net zo belangrijk als jouw authentieke geloofsbeleving. Misschien is vandaag geloven niet heel veel meer dan trouw blijven aan het voornemen van je hart. Deze degelijke donderbreek van Barnabas is voor enthousiaste nieuwe volgelingen misschien wat teleurstellend. Maar al vrij snel lijkt het een boodschap te zijn die jij en ik heel hard nodig hebben. En daarom het thema van de preek. Wees honkvast en standvastig en blijf bij het voornemen van je hart. Nou, ik mag die Barnabas wel. Geen vrome lange praatjes over zegen, geluk, de rust van het geloof. Allemaal waar natuurlijk. Maar hij gaat meteen over op de bittere ernst. En zijn boodschap is ook verrassend actueel. En in de geest van Barnabas pleit ik daarom voor een herwaardering van trouw, standvastigheid en commitment aan het voornemen van je hart. Ook al was dat maar een heel klein moment, een kort moment in je leven. Het helpt je allereerst om stevig in je schoenen te blijven staan. Stevig in je schoenen te blijven staan tussen de mensen die christenen maar gekkies vinden. Ook wij zijn steeds weer een klein groepje. En daarnaast is het ook fijn om te weten dat de Bijbel eerlijk is over de noodzaak van standvastigheid. Je bent dus geen vreemde eenling in de kerk of in het geloof wanneer je worstelt met keuzes of twijfels of geloven. Om het even een beetje poëtisch te zeggen, voor de dansmoves op de dansvloer van het geloof kan je nou eenmaal niet zonder de bas van de standvastigheid. Daar kan je altijd op terugvallen, als je geloof onder druk komt te staan. En deze herwaardering voor standvastigheid betekent wat mij betreft ook dat sommige wat minder onvallende en flitsende geloofsuitingen ook eens een diepe buiging verdienen. Een paar voorbeeldjes. Ik denk aan de fietsen die hier op vrijdag voor de kerkdeur staan.
Dat betekent dat er wordt schoongemaakt. Een werk van barmhartigheid dat sommigen al jaren doen. Ik denk ook aan de weduwen in onze gemeente. Hun gevoel van gemis en hun tranen getuigen van trouw tot over het randje van de dood. Standvastigheid is geen sprookje. Maar ik geloof wel dat het onze verlangens op een diep niveau, jouw verlangens op een diep niveau kan vervullen. Dat je het nodig hebt. Oké. Nou, ik weet niet of je erin mee kan komen, of je die herwaardering ook ziet zitten. Maar ik kan me ook voorstellen dat je afvraagt, waar haal je dat vandaan? Trouw en standvastigheid. Hoe kun je volhouden? Trouw blijven aan jezelf, God, je naaste en de schepping. Of zoals Paulus dat zo lekker vierkant kan zeggen, je moet onwrikbaar gegrondvest zijn in het evangelie. Man, hoe doe je dat? Is dat niet te veel gevraagd? Nou, ik denk het wel. Het geheim van een honkvast geloof ligt niet ergens in onze eigen motivatie, jouw discipline of jouw eigen wil opgeslagen. Het evangelie is niet alleen een oproep om trouw te zijn, om je daar vervolgens dan aan te vertillen, eraan onderdoor te gaan, je schuldig te voelen als het niet lukt. Het evangelie is ook goed nieuws. En dat goede nieuws is Jezus Christus zelf. Zijn standvastigheid, zijn trouw, zijn volharding is die van jou. Kijk maar wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt. Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Zijn standvastigheid, die krijg jij. Die is ook van jou. Door de geest ben je met hem verbonden en ben je dus standvastig. Je hoeft er alleen maar om te vragen of je door de geest met Jezus Christus verbonden mag worden. Het evangelie is geen oproep om trouw te zijn. Nee, het is Jezus Christus zelf. Dat is het goede nieuws. Dat regel je dus niet zelf. Door te bidden en te vragen, wordt het je gegeven door de geest van Christus. Check Paulus, 1 Korintiërs 3 vers 11. Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus. Ik sluit af. Lees niet te snel over deze onopvallende welkomstspeech van Barnabas heen. Zijn boodschap zou al eens wat meer herwaardering mogen verdienen. Wees daarom honkvast en standvastig en blijf bij het voornemen van je hart. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, we bidden u of u ons wilt helpen trouw te zijn aan u, elkaar en uw schepping. We vragen om vergeving als we daarin tekort schieten. En we vragen u of uw genade ons steeds weer opnieuw in beweging wil zetten. In het spoor van de man uit Nazareth. We willen u danken dat het goed gaat met Petra Eilander. We hebben hier in de kerk voor haar gebeden toen het niet goed met haar ging. En ze een zware periode doormaakte. Er blijven zorgen en moeite, maar we zijn samen met haar dankbaar dat het nu goed gaat. Wilt u haar zegenen en bemoedigen en mensen om haar heen blijven geven. We willen ook bidden voor de viering van het avondmaal. Wilt u een gezegende viering geven tot versterking van ons geloof, onze band met elkaar, maar vooral die met u. Met wie we in brood en wijn verbonden zijn. We willen u ook bidden voor de wereld. We denken aan de vele landen waar de impact van corona een dreigende hongersnood met zich meebrengt. We denken na 25 jaar na Srebrenica ook aan hen die nog dagelijks te maken hebben met de massamoord op duizenden mannen en jongens. We willen u vragen of u zich over deze landen en over deze mensen wilt ontfermen. We willen u danken voor wie Katrien Saathoff was als moeder, oma en zuster in onze gemeente. We zijn dankbaar dat ze een mooie leeftijd heeft mogen bereiken en nu geen zorgen en pijn meer heeft. En tegelijk zijn we ook verdrietig dat we onze moeder, onze oma, buurvrouw of vriendin vanaf nu moeten missen. Wilt u iedereen om haar heen nabij zijn en morgen een goede dankdienst en begrafenis geven? We willen ook denken aan iedereen dichtbij of ver weg die op vakantie is of nog gaat. Wilt u iedereen veiligheid, rust en ontspanning geven? Of we nu thuis blijven of een verre reis maken? Heere God, we willen ook dat confronterende verhaal in de krant over het misbruik in de kerk bij u brengen in gebed. Dat willen we met u delen. We willen bidden voor slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties. We willen u vragen en bidden of u wilt geven dat de kerk steeds meer en meer een veilige plaats mag zijn. Wilt u ons daarbij helpen en ook onze vertrouwenspersoon om deze plaats met de hulp van u een veilige plek te laten zijn, waar dit kwaad geweerd mag worden. Wij bidden samen het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Amen. Dan is het nu tijd voor de inzameling van de gaven. De collecte is voor het bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit Kampen. Nou, dat klinkt misschien niet heel erg hip, maar de collecte van het bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit, daar komen studenten, die is bedoeld voor studenten uit binnen- en buitenland, voor predikanten, theologen en onderzoekers die studiemateriaal nodig hebben, waarmee zij de kerk wereldwijd willen dienen. Van harte aanbevolen. Het rekeningnummer van de diaconie voor de collecte, dat zal ik even twee keer noemen, want we gaan hier niet met de ponk rond. Dat kan via internetbankieren, via NL07 Rabo 0130-139-106. Voor de mensen hier is het in beeld, voor de mensen thuis noem ik het nog een keer. NL07 Rabo 0130-139-106. Je kunt dat rekeningnummer ook terugvinden in de gemeentegids, in de via en in de spam die jullie tegenwoordig van mij in de Scriba via de mail binnenkrijgen. In juli samelen we pasta, pastasaus en vis in blikken voor de voedselbank. Je kunt dat langsbrengen aan de Eikemaburgstraat nummer 7. Daar woont de familie Vos. Dan luisteren we nu nog een keer naar ons nieuwe orgel. En daarna mag ik u de zegen meegeven. En daarna vieren we het avondmaal. Thank you.
vragen voor zover dat mogelijk is om te gaan staan. En dan wil ik jullie de zegen van God meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest is voor u, voor jullie allemaal. Amen. Wij vieren hier zometeen het avondmaal en we doen dat door vanuit achteren zo naar voren te lopen. Ontvang je het brood en daarna de wijn en dan kunt u daarna ook gezegend naar huis gaan. Iedereen die Jezus als Heer en Bevrijder aanvaardt en in zijn of haar gemeente gerechtigd is om het avondmaal te vieren, is van harte welkom het avondmaal hier met ons mee te vieren. Dat zouden we mooi vinden. Bij het avondmaal kijken we vierkant op. We kijken terug naar het lijden en de opstanding uit de dood van onze Heer Jezus Christus. We kijken ook om ons heen, naar elkaar. Door ons geloof zijn we in Jezus Christus met elkaar verbonden. En we kijken ook vooruit, naar de bruiloft van het Lam. Het moment dat we het brood en de wijn met Jezus Christus mogen eten en drinken. En we kijken ook omhoog, naar Jezus Christus. Hij is in brood en wijn aanwezig. En door het avondmaal te vieren zijn we met hem verbonden. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn waarvoor wij God loven en danken maakt ons één met het bloed van Christus. Neem het brood, drink uit deze beker, gedenk en geloof dat het lichaam en het bloed van Jezus Christus is gegeven tot vergeving van al je zonden. Terwijl we luisteren naar een lied over Gods trouw, hebben jullie de gelegenheid om het avondmaal te vieren.